Het is woensdag 31 oktober, Halloween, de avond van spoken bliksemdiner. Oh. Wat gebeurt er nu? Mag ik u een paar vragen stellen? Oh, maar natuurlijk. Waarom staat u bij de deur? Nou, ik sta hier ieder jaar om voor het Halloween gebeuren om de gasten te begroeten. Heeft u al gegeten? Ja, zeker. Ik heb hier net een lunch gehad of wat. Vind je het niet eng om hier te eten? Of ik het eng vind? Nou, ja, ik ben zelf de engste, hè? Dus ja. Wat noem je eng? Het is maar wat je eng noemt. Ben je geschrokken bij de voordeur? Ik ben wel schrikken, ja. Wat vindt u van deze avond vanavond in Bliksem? Nou, ik ben heel verrast, want ik wist het niet. En ik schrok me al kapot toen ik binnen moest komen. Hoe kijkt u tegen zo'n avond aan? Ja, het is voor mij een hele verrassende avond. We waren naar de film geweest en we dachten van, we gaan hier eens lekker gezellig in Bliksem eten. En we worden overvallen door gevaarlijke maskers. Dus het was wel even schrikken. Platte vis! Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, meneer? Er zit een platte vis in mijn soep. En dode spinnetjes en dode torren en een stukje spinnenweb. Gadverderrie! Zo vies! Ik kan dit niet eten. Wat vindt u om hier te eten? Nou, ik vind het heel spannend. Het was heel spannend om binnen te komen. De ontvangst was overweldigend. Ik kreeg bijna een mes in mijn nek. Maar ik vind het ook tegelijkertijd supergezellig. Er lopen hier heksen rond en duivels. Nou, dat zie je toch nergens volgens mij. Ik vind het helemaal super. Hoe komt u hier eigenlijk terecht? Ja, op mijn bezemsteel. Kunnen heksen wel koken? Heksen? Wat een belediging! Wat een enorme belediging! Heksen kunnen prima koken! Heksen? Heksensoep? Allerlei spinnetjes en krekels en kriebelige beestjes in de soep. Dat zou fantastisch moeten lukken. Met een paar kruiden erbij.